het gericht naar school voorlezen. Het is geschreven door Marjolein Heren. Als ik 's morgens naar school toe fiets, de zon net boven de huizen uitschijnt, de zwanen zwemmen in het water. De mist laag over het weiland, dan denk ik, de dag is goed begonnen. Als ik 's morgens naar school toe fiets, denk ik altijd wel aan iemand. Heb ik mijn spullen in mijn tas? Draag ik wel een warme jas? Heb ik mam gedag gezegd? En mijn super de boerkaart er goed weggelegd? Zit er genoeg gel in mijn haar? Heb ik mijn huis helemaal klaar? Altijd denk ik wel aan iets. Maar vandaag, zaterdag, denk ik helemaal aan niets. Super. Regen, zonnetje, breken de wolken, herfstwind waait bladeren op. Ook de hazelnoten waaien weg, alle bomen kleuren rood en goud. Natte mist vervaagt de wereld, noten zijn eindelijk rijp, er gaat niets boven de herfst. Nou, mijn gedicht komt uit het boek De Graven Weet Ik Veel. Het is geschreven door Annie M.G. Smit. En het verhaal heet Jeroen. Jeroen wil niet eten. Jeroen lust geen snoep. Hij zit maar te drenzen. Hij wil liever snoep. En moeder zegt, doe dan. En vader zegt, nou, eet je soep, stoute jongen. En gauw. Maar daar in de verte, wat komt er toch aan? Een paard, ja, een paard galoppeert door de laan. Padom, 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 padom. En in dat paard, en op dat paard zit is konings gezant. Hij stopt en hij heeft een papier in zijn hand. Hij leest, zijn majesteit laat weten dat Jeroen vanavond zijn soep niet hoeft te eten. Dus geef hem maar ijs en een roomkaramel, dat is des konings bevel. Vader, Jeroen moet naar bed, het is 7:15. Hij zeurt en jammert, hem mag ik nog even? Mijn moeder zegt, niet, het zal niet gebeuren. Jeroen blijft nog even drenzen en zeuren. Maar daar in de verte, dat komt er toch aan? Een paardje, een paard galoppeert door de laan. Padom, 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 padom. En op dat paard zit konings koeien. Hij stopt en in zijn hand heeft hij een verzegeld papier. Hij leest zijn majesteit kondigt aan dat Jeroen pas om 10:00 naar bed hoeft te gaan. Dus laat hem maar vrijstoren niet in zijn spel, dat is des konings bevel. Vader en moeder staan paf en terecht, maar zijn majesteit heeft het gezegd. Jij moet naar bed en zonder gezeur, want bij jou nee, daar komt er geen paard aan de deur. Het is jammer, maar niets aan te doen. Dit gebeurt eenmaal alleen maar thuis bij Jeroen. Elfje. Ik droomde dat ik een elfje was, met een rieten tas. Ik vloog met de vlinders en de mussen. En veel dieren gingen kussen. Sprongen de bloemen, voorbij gingen zoomen. Ik danste in de lucht met een zucht. Een druif.